Heijmans verkeert eigenlijk al maandenlang in zwaar weer. Het bedrijf nam jaren geleden verschillende kleinere bouwbedrijven en hun opdrachten over. Maar al snel bleek dat die bouwopdrachten verliesgevend waren. En keer op keer moest Heijmans haar winstverwachtingen naar beneden bijstellen. De nieuwe bestuursvoorzitter, Rob van Gelder, moet nu schoon schip maken. We hebben al eerder aangekondigd dat bij Heijmans de bakens verzet moeten worden. Vooral ook in de indirecte afdelingen. Minder vergaderen, minder rapporten schrijven, minder elkaar bezighouden. Ja, en meer gericht op de kerntaken van de onderneming en de activiteit in de bouwput. En de huidige kredietcrisis helpt ook niet echt mee, want maar weinig mensen willen nu naar de bank om een nieuw huis te financieren. Nou ja, en als ze naar de bank gaan, dan zijn die banken veel terughoudender om hypotheken te verstrekken. De meeste ontslagen vallen op het hoofdkantoor in Rosmalen, de rest verspreid door het land, zoals in Breda. De medewerkers werden vanmorgen geïnformeerd. Ik had dit wel verwacht. Ja. Ja, het ging al langer niet lekker, hè? Nee, zeker niet. Maar van die 200 vind ik wel erg veel. Maar dat er iets ging gebeuren had ik inderdaad wel verwacht. Hè. Dat klopt. Ja. Nou, als je alles bij elkaar gooit, dan zie je dat er iets moet gaan gebeuren. Ja. Bent u bang voor uw eigen baan? Ik ben niet bang voor mijn eigen baan, nee. Nee. Blijft het hierbij of zullen er nog meer banen geschrapt gaan worden in de nabije toekomst? Nou, als er nog meer banen geschrapt zouden gaan worden, dan hadden ze dat wel verteld nu, op dit moment. Dus ik verwacht dat het hierbij blijft. Oké. Okay. Ja. Uw eetlust is er niet minder om? U gaat lunchen? Ik ga lunchen, ja. Smakelijk. Oké, tot ziens. De Centrale Ondernemingsraad en de vakbonden gaan nu onderhandelen met de directie over een sociaal plan. Maar het is nog onduidelijk of het bij Heijmans bij deze 200 ontslagen blijft. Het Economisch Instituut voor Bouwnijverheid geeft op dit moment daar prognoses op af. Die net zo betrouwbaar zijn als de rest op dit moment in de wereld. Men weet het niet zeker. Laten we dus er ook niet hypen en telkens ons gekker maken door alle mogelijke ontwikkelingen. Als de tijd er is, moeten we eventueel maatregelen nemen. Maar op dit moment laten we in hemelsnaam niet vooruitlopen op ontwikkelingen.